Welkom bij Spakenburg Nu. Vandaag hebben wij voor u onder andere Stichting Orhei, Christelijk Streekmannenkoor, Gemeentedag op school en campagne Pak de Overvaller, Pak je Mobiel. Er zal volgende week een uitzending van gewone mensen met bijzondere verhalen gewijd worden aan het werk van de Stichting Orhei. Erik Jansen en André van Oort bezochten kort geleden Moldavië om daar het bezoek van een Europese delegatie voor te bereiden. In september 2010 was de los er ook bij en we kijken alvast even terug. Moldavië, het armste land van Europa. Maar armoede maakt slim, want dan besmeer je gewoon zelf je plafond. En zo ziet op het platteland een toilet eruit. In regeringshuizen in Moldavië leiden gehandicapten een triest bestaan. 15 jaar geleden kwam de stichting Orhei, Help de kinderen van Orhei, in het jongenshuis. Daar waren de omstandigheden erbarmelijk. Ze hebben op zich genomen om dat jongenshuis op te gaan knappen en hebben daar echt veel kunnen realiseren. Hoewel de kinderen nog steeds gehandicapt zijn, erg gehandicapt zelfs, is hun leven op alle fronten een stuk beter geworden. Er kwam een aggregaat, er kwamen nieuwe ramen, nieuwe bedden, er kwamen nieuwe rolstoelen, hangmatten en dat alles uit Spakenburg en soms ook de omliggende dorpen. De kinderen hebben het nu goed. En dat hebben ze nodig, dat is duidelijk. Deze jongen had klompvoetjes en kon niet meer geopereerd worden omdat de stichting daar te laat kwam. Maar zijn leven is prettig. Hij heeft iets te doen en zijn omstandigheden zijn goed. En ook ouderen in hun laatste levensfase hebben nog heel veel nood en kunnen nog heel veel hulp uit het buitenland gebruiken. Heel veel mensen hebben het moeilijk thuis, zo moeilijk, en hebben zoveel mishandeling te verduren dat ze niet meer thuis kunnen blijven en komen dan in het blijf van mijn lijfhuis. En toen ontmoeten we Costel. Want Costel die is voor 95% blind en die wil eens een normaal leven leiden. Hij zit maar tussen vier muren, hij heeft niks te doen. En als hij in Gracia komt, dan krijgt hij wel van alles te doen. En het zou zo mooi zijn dat er zometeen ook nog lokalen komen voor blinden en voor dove kinderen. Zodat ze speciaal op henzelf gericht onderwijs krijgen. Schrijnende beelden. Er zijn nog heel veel zaken te verbeteren. Erik en André zijn binnenkort bij ons in de studio om met ons te spreken over het bezoek van toen en van nu. Op donderdag 29 maart geeft het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest Veluwe Nijkerk met meer dan 130 leden haar passie- en paasconcert in de Emmanuelkerk aan de Plevier te Bunschoten. Dirigent Martin Mans heeft voor deze avond die om 8 uur begint een prachtig en sfeervol programma samengesteld. Van Nederlandstalige tot anderstalige paasliederen en meer prachtige liederen. Op donderdag 15 maart om 16:50 ochtends werd de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand in de kiosk op het strandje. Hille ging kijken en sprak met brandweercommandant Willemsen. We staan hier op het strand bij het kleine zeetje. Daar is in aanbouw een kiosk. Annex een sanitaire voorziening voor de gebruikers van het kleine zeetje. En tot onze grote ontsteltenis zien we dat er brand is geweest in deze kiosk. Nadat we hoorden hier van de omstanders is in de vroege morgen van rond 5 uur is deze kiosk in aanbouw in brand gestoken. Roel Willemsen, postcommandant in Bunschoten. Jullie hebben vannacht een uitdruk gehad. We kregen om 16:55 kregen wij een melding van een gebouwbrand aan de Westdijk. En bij het inmelden bleek het om de strandtent te gaan die daar in aanbouw is. Is er iets bekend van de oorzaak van de brand? Nee, daar is bij ons niks van bekend. Ja, we weten wat de oorzaak van de brand is, zou je bij de politie navraag moeten doen. Die stellen nader onderzoek in. Hebben jullie moeten blussen? Ja, we hebben moeten blussen. We hebben middelbrand gemaakt. Er zaten zoveel vlammen op dat we wat meer water nodig hadden dan normaal. U denkt dat het gesloopt kan worden en dat er opnieuw gebouwd moet worden? Ik denk wel dat het wel zo ver is, ja.
Campagne Pak de Overvaller, Pak je Mobiel. In tv- en radiospots en op internet roept de overheid iedereen op bij een overval te fotograferen of te filmen met zijn of haar mobiele telefoon. En natuurlijk niet te vergeten 112 te bellen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Het doel is zo de pakkans te vergroten. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.nederlandveilig.nl. Heeft u foto's of een filmpje van een overval gemaakt? Upload deze naar nationale-recherche.nl en daar zorgen ze dat het snel terechtkomt bij het team dat de opsporing leidt. Het college heeft besloten om het omgangsprotocol tussen medewerkers en externe contacten van de gemeente Bunschoten vast te stellen. Dit protocol geeft medewerkers van de gemeente een richtlijn wat te doen wanneer ze bij de uitoefening van hun functie ongewenst gedrag van burgers ervaren. De waterschappen Veluwe en Vallei en Eem inspecteren vanaf 15 maart de dijken langs de Eem, de Randmeren, de IJssel en de Nederrijn. Ze controleren of bewoners zaken op of bij de dijk hebben gebouwd of aangeplant die een bedreiging zijn voor de stevigheid van de dijk. Ook bekijken ze of er door de winter beschadigingen zijn ontstaan die in het voorjaar of de zomer hersteld moeten worden. De jaarlijkse controles zijn van groot belang voor de veiligheid in het gebied van de waterschappen. Dominee Bogert, de toekomstige predikant van de hervormde gemeente, doet na de zomervakantie zijn intrede. Op 19 augustus neemt hij afscheid van de gemeente van Scherpenzeel, waarna op 25 augustus de bevestiging en intrede in Bunschoten plaatsvinden. Op 7 maart is het biohuis officieel van start gegaan. Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering op de Eemlandhoeve in Bunschoten hebben de biologische boeren en tuinders hun bestuur gekozen. Het biohuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen. Een gezonde trend die een steeds grotere vlucht neemt. Het belang van gezond eten dringt steeds meer door. Donderdag 15 maart is weer de gemeentedag op school geweest. Jongeren van het Oost-Wende College kregen 's morgens les van het college en 's middags werd een raadsvergadering gehouden door de fracties. De LOS was aanwezig. Frankie, jullie hebben vandaag gemeentedag op school. Wat vind je daarvan? Oh, ik vind het wel leuk, want dan heb je een keer geen les en kun je gewoon een keer met hun meelopen om te kijken wat hun ook allemaal doen. En een beetje leren van wat hun doen en zo. Je bent ingedeeld bij de groep die naar gemeentewerken gaat. Wat stel je daarbij voor? Ja, gewoon een beetje met de gemeente meelopen om te kijken wat we allemaal gaan doen. En of het een beetje leuk werk is en zo. Vind je het wel belangrijk om ook te weten hoe de gemeente werkt? Ja, vind ik wel leuk om gewoon om te kijken of hoe ze dat doen en zo. En om een keer mee te lopen, vind ik wel leuk, ja. Renate Hopman, voorlichting van de gemeente Bunschoten. Vandaag wordt de gemeentedag op school gehouden. Wat houdt dat in, wat betekent dat? Ja, dat klopt. Deze dag wordt jaarlijks gehouden. Die organiseren we samen met het Oost-Wende College. En dat betekent dat het college 's ochtends naar het Oost-Wende College gaat en 's middags komen de leerlingen een kijkje bij ons nemen. Vanochtend is burgemeester van de groep in de klas 3 geweest van HAVO, VWO en VMBO-T. En daar hebben de leerlingen een interview afgenomen met hem. En wethouder Bert Koops en Rita van de Groep, die zijn ook allebei in de klasse geweest en hebben een gastcollege gegeven. Die kinderen zijn die geselecteerd en hoeveel komen er? In welke leeftijd? Derde klas is volgens mij zo'n beetje 14, 15 jaar. Dat doen we elk jaar. Dus elk jaar degene die in de derde klas van het Oost-Wende College komt, die komt aan de beurt. Zowel VMBO-T als HAVO-VWO. En de VMBO-T gaat vanmiddag, die gaat op stap met ambtenaren. Sommigen gaan met snelle herstel mee, anderen gaan hier bij communicatie het een en ander doen. Bij het archief zit een clubje. Sommigen gaan op bouwterrein kijken en kijken wat er allemaal bij komt kijken om een bouwproject te voltooien. Wie is de voorzitter van de raad? Dat is de burgemeester. Het wordt echt een officiële, ja, officieel voor de leerlingen een raadsvergadering. Is dat nou ook in het kader van dat ze scholieren ook wat meer willen betrekken bij de politiek?
Ja, dat klopt. Dat is de doelstelling. Vaak zie je dat de gemeente toch wel heel ver van een bedshow is. En op deze manier proberen we meer inzicht te geven van wat gebeurt hier eigenlijk. Hoe werkt zo'n raadsvergadering? Hoe werkt de politiek? Je kan niet en kiezen. Je zult samen een bepaald voorstel moeten kiezen en tot een compromis moeten komen. Burgemeester van de groep, gemeentedag op school vandaag. Vanmorgen bent u gastdocent geweest. Hoe is dat gegaan op school? Twee klassen, alle twee hebben ze me helemaal doorgezaagd over wat het is om burgemeester te zijn. Om burgemeester van Bunschoten, te Spakenburg, in Dijk en Zevenhuizen te zijn. En een aantal actuele thema's in de politiek kwamen ook zo ineens naar boven. Dus super, heel goed. Is het goed verlopen? Ja, het is heel goed verlopen. En het, soms dan is het even wennen aan elkaar, hè, want dan is het ook toch de schuchterheid van de jongeren naar de burgemeester toe. Maar als je dan 10 minuten met elkaar in gesprek bent, dan werpen ze alle schroom van zich af. En dan is het heel mooi om te vernemen wat er in die jonge kopjes omgaat. En ze weten best heel veel. En ze maken zich best ook al wel druk over wat er om hen heen gebeurt. En dat is leuk. Vanmiddag een raadsvergadering. Ja. Wat stelt u zich daarmee voor? Nou, het leuke is dat wij dus hebben gezegd, laten we het nou eens over het jeugdbeleid hebben. De gemeente Bunschoten heeft net een jeugdbeleid vastgesteld. Maar hoe zouden jullie dat nou als jongeren doen? En hebben jullie daarin verschillende opvattingen? Dus ze hebben een aantal fracties gevormd. Welke weet ik nog niet en wat voor namen ze hebben ook nog niet. Maar dat zijn meestal hele mooie beeldende namen. En dan gaan ze met elkaar in debat over wat gaan we nou kiezen. En ik probeer ze duidelijk te maken dat de gemeenteraad bestaat uit verschillende fracties. Dat er alleen maar besluiten kunnen komen als fracties samenwerken. Want als die samenwerking er niet uitkomt, dan komt er ook geen besluit. Dat gaan we van nu doen en ze zitten te popelen. Er zal ook een keuze zijn van de beste debatteerder. Ja, we hebben elk jaar een raadslid als gast, dit jaar Peter Frans Koops. En aan hem de taak om op te letten bij het debat en zeg maar politiek talent eruit te vissen en daar een prijs aan toe te kennen. Dus dat gaan we meemaken wie dat gaat worden. Peter Frans Koops, jurylid voor jong aanstormend politiek talent. Hoe word je juryvoorzitter? Hoe of ik dat word? Ik ben gevraagd door de ambtenaar Renate van der Vuurst. En ik vond het leuk om te doen, dus ik heb meteen toegezegd. Het is voor ons ook leerzaam. Je hoort nog eens wat er bij de jeugd leeft. Dat hoor je natuurlijk ook al in de gesprekken op straat. Maar hier op tafel, of hier in het gemeentehuis, hebben ze de gelegenheid gekregen om echt met de ideeën op tafel te komen. En ik heb net met de jurering ook gezegd van daar zitten best wel punten in die wij ook mee kunnen nemen in 2014 bij het schrijven van de nieuwe verkiezingsprogramma's. Ja, diegene die gewonnen heeft, die was best wel rap van de tongriem gesneden. Maar ik heb ook het meisje wat rustiger was gecomplimenteerd dat zij met haar rustige houding ook in ieder geval een bepaalde overtuigingskracht tentoonspreidt. Daar kunnen zelfs de raadsleden hier in het dorp ook nog wat van leren. De meisjes in meerderheid toch wel dat daar meer politieke talenten zitten dan bij de jongens. Dus ik vermoed dat bij de volgende verkiezingen of de samenstelling van de gemeenteraad dat de verhouding vrouwen dan weer wat is toegenomen. Vergeleken met zoals het nu is. Ik geloof dat een aantal jaren geleden dat er toen wel wat meer vrouwen zaten. Is het afgenomen. Dus wat dat betreft zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet. Kimberly van Twillert, je bent winnares geworden van jong aanstormend politiek talent. Ja. Ben je verrast? Ja, best wel, want ik wist eigenlijk helemaal niet vandaag dat er iets te winnen viel. Ik kwam hier eigenlijk gewoon heen met het idee om ons standpunten te vertegenwoordigen. Maar uiteindelijk was er dus toch een winnaar. Ja. Vond je het leuk om hier aan mee te doen? Ja, heel erg, want ik zou al een beetje bekend dat ik heel veel praat. Dus dit keer mocht ik heel veel praten, dus dat vond ik heel leuk. Maar vind je politiek ook interessant? Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit heel erg in verdiept. Omdat ik de meeste groepen, die kan ik nooit goed onderscheiden. Maar ik denk dat ik me er nu wel meer interesseer. Op 15 maart was het in de Havenstraat en aan de pier een drukte van belang. Omdat het weer de dag van de vaartocht van Stichting Zonnebloem was. Vele ouderen kwamen met vrolijke gezichten aangewandeld, vaak compleet met rollators, of ze werden geduwd in rolstoelen. Maar de verwachting was groot en terecht, want de ervaring is dat deze dag een zeer goed verzorgde en vooral heel gezellige dag is. De deelnemers werden persoonlijk begroet door de kapitein. Hele de Graaf stond te wachten toen de boot aanmeerde en hij vroeg hoe het geweest was. Heel gezellig. We zijn met 177 mensen op stap gegaan.
En we zijn gevaren naar Volendam. En daar voor de haven zijn we weer omgedraaid. Het gaat om de gezelligheid, het gaat om de sfeer onderling. En gezellig met elkaar kletsen, lekker wat eten. We zijn ooit gestart met de mensen van de Zonnebloem. En dat zijn toch wel overwegend 70-plussers. En daar zijn later de mensen van de middenstand, omdat ze eerst twee verschillende boottochten hadden, zijn we samengevoegd. Daar is de Rotary bijgekomen. En nu hebben we ook de mensen van 80 jaar gevraagd uit het dorp. Het was eerst echt bedoeld voor de Zonnebloem en de mensen van de boei en van de haven. En nu zijn ook de mensen vanuit het dorp gevraagd, vanaf 80 jaar. Ja. Vanaf 80 jaar en ouder dan uiteraard. Ja. Buiten de doelgroep zelf. De doelgroep. En dat zijn natuurlijk ook gehandicapten en alleenstaanden. En, ja. Dames, goedemiddag. Terug van een mooie reis. Ja. Hoe is het bevallen? Prima. Heerlijk. Geweldig. Ja. Prachtig weer, goed eten en drinken en vrolijk zijn geweest. Leuke verhalen nog verteld? Leuke verhalen. Leuke muziek. Een en de bingo gaat allemaal wat gewonnen. Wat willen we nou meer? Ja, een zak snoep. Zak snoep gewonnen. Ja, was leuk aan boord? Ja, echt hartstikke leuk. En zo goed dat we gehad hebben. Hoe was het? Ontzettend mooi. Het kan niet mooier. Goed van eten en drinken. Nou, wat vind je meer mooi weer? Waar bent u heen geweest? Langs Volendam. Oh. En toen weer terug. En aan een leuke tafel gezeten? Hartstikke goed, want met mijn zuster en mijn vriendin, dus mooi komt niet. Ook leuke verhalen opgehaald van vroeger of zo? Ja, natuurlijk, van alles. Hoe is het? Prachtig. Mooie reis gehad. Ja? Heel gezellig aan boord. Okay. We zijn te gast geweest vandaag. Ja? Ja, we hadden genoeg te eten en te drinken. Het was heel gezellig. U hebt er echt van genoten? Ja, ik had een hele leuke tafel, dus het is heel goed gegaan. Terugzien op een hele leuke dag. En mooi weer, hè? Ja, en mooi weer. Ja. Dat hebben we toen. Daar hebben we niet van kunnen genieten. Nee. Maar we zaten binnen. Maar het was ook lekker warm. Ja. Dus dat is best wel. Ja. Tijdens de raadsvergadering van 8 maart werd een motie ingediend door het CDA. Deze motie handelde over een onderzoek naar 5 kunstgrasvelden in plaats van 4. Zodat VV Eemdijk misschien ook kon meeliften en het kunstgrasveld kon krijgen waar ze zo naar verlangen. Hille sprak met de heer Wieldraaier over deze motie, maar vroeg hem eerst over de vragen die gesteld werden over glasvezel. Mag ik een heel kleine correctie maken? Ik heb het over het buitengebied gehad. Ik vind Zevenhuizen, Groeneweg, vind ik net zo goed van belang. Hè? Het is niet, ik woon dan toevallig zelf in Eemdijk, alsof ik alleen maar voor de dieken spreid. Waarom ik dat gedaan heb, is omdat ook de burgers in die gebieden willen heel graag gebruik maken van al die digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn en worden nu niet meegenomen. Nou, wat ik eens van de wethouder wilde weten, is in de gesprekken die er geweest zijn met de aanbieder, heeft u er toen aan gedacht? Of daar mogelijkheden zijn en zo ja, onder welke condities. Nou ja, ik heb eigenlijk een beetje van de wethouder gehoord. Ik heb er wel wat over gezegd. Ik heb er ook voor elkaar gekregen dat Eemdijk, wat eigenlijk niet de bedoeling was, en dan heb ik het over de kern van Eemdijk, dat het meegenomen werd. Maar het is mij niet gelukt om het buitengebied ook mee te nemen. Nou, toen heb ik daar nog eens over gevraagd van ja, en zijn er alsnog mogelijkheden? En toen bood ze aan van nou, ik wil nog eens met de aanbieder, ik ga expres de naam steeds niet noemen, met de aanbieder ga ik om tafel om te kijken of we toch nog wat kunnen regelen, eventueel met een bank om te kijken of er leningen mogelijk zijn voor de burgers. En ja, daar was ik niet zo enthousiast over. Ze zei ook nog van ze kunnen eventueel nog eigen werkzaamheden verrichten en dat zou betekenen graven in de grond. En toen heb ik gewezen op het gevaar van kabels aanraken van andere nutsbedrijven, dus dat leek me eigenlijk niet reëel. Maar goed, de wethouder wil in gesprek met de aanbieder. En ja, ik weet niet of dat nou direct tot geweldige resultaten leidt, maar dat is in ieder geval weer een gesprek. En waar leven is hoop en waar een gesprek is, zijn kansen. Ze had het ook over een mogelijke pilot. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, als dat mogelijk is, hè, kijk, waar gaat het de burgers om? Ik denk dat ze allemaal het gevoel hebben van hier liggen voor de 21ste eeuw mogelijkheden die we nu niet hebben. Nou, waar die mogelijkheden worden geboden voor een redelijk bedrag, ik denk dan moeten we blij zijn. Ik heb gehoord van de burgers van Overvaren dat die als die het nu zouden willen, dat ze 1500 euro moeten betalen.
Nou, ik kan me goed voorstellen dat burgers zeggen dat vinden we een stevig bedrag voor deze voorziening. Nou, als dat wat minder kan worden door weet ik veel welke constructie, dan is dat meegenomen. En ik wil ook nog een keer benadrukken en ik hoop ook dat die andere buitengebieden dan de aandacht krijgen. Even een andere vraag. Er was ook een voorstel over het spreekrecht voor de burger tijdens de raadsvergadering. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, als je vindt dat zoiets moet, dan moet je daar van tevoren heel goed over nadenken. Moet je niet zo stand-up-ee zeggen, er is nu een casus en er is nu een burger en nu gaan we dat maar eventjes doen. Want ja, waarom zou een volgende burger het in een volgende raad niet mogen? Dus dan moet je dat heel goed met elkaar overleggen. En ik had er geen moeite mee. Ik ga het iets anders zeggen. Ik heb er moeite mee dat je zo, staande de wedstrijd, zou ik maar zeggen, de spelregels verandert. Dat moet je niet doen. Nou, op die manier heb ik mij opgesteld. Het gaf nog wel wat discussie, hè? Er zijn toch wel voor- en tegenstanders, maar dit is volgens het reglement? Dit is volgens het reglement. En kijk, wij vinden dit allemaal een pijnlijk iets. Ik denk dat alle 17 raadsleden die aan tafel zitten dit een pijnlijk iets vinden. Alleen op een bepaald ogenblik is de rek uit een bepaalde omgang met burgers is eruit. En die rek is eruit als mensen, ambtenaren van onze organisatie, onze verantwoordelijke burgemeester en wethouders van alles beschuldigd worden waar geen enkel bewijs tegenover staat, dan houdt het een keer op. En ik denk dat elke weldenkende burger van onze gemeente, en dat zijn er heel veel, dat toch ook wel meevoelen. Hoe pijnlijk wij dit natuurlijk ook allemaal vinden, want het is niet de mooiste dag in onze gemeenteraad. Gezien ook de tijdsduur die daaraan besteed wordt, bijna 2 uur bezig, vindt u ook niet dat het toch heel erg lang is? Ja, het is onverantwoord, dat ben ik helemaal met u eens. Maar zo is ook onverantwoord hoe deze burger met allerlei vragen en allerlei opmerkingen de organisatie, nou lam legt is overdreven, maar toch wel heel erg frustreert. Ook veel werk bezorgen, denk ik. Precies, dat bedoel ik. Ja, dus daar moet een keer een einde aan. Ik bedoel, iedereen mag vragen stellen en iedereen mag opmerkingen maken. En ik vind het zeer terecht, en dat doet onze gemeente ook, dat daar goed op gereageerd wordt. Maar ja, als zo'n beetje een halve ambtenaar voor 1 burger gaat werken, dan houdt het een keer op. Maar ik vind dat niet het belangrijkste. Ik vind echt het belangrijkste de manier waarop. Je kunt de burgemeester niet beschuldigen van alles en dat maar onbeperkt blijven doen. Dan houdt het op. Dank u wel voor dit interview. Ja, graag gedaan. Het zal u al opgevallen zijn. De prachtige toren van de hervormde kerk staat in de stijgers. Wat zou er aan de hand zijn? Tijmen Koelewijn vroeg aan Roel Meurs, bouwkundige van de gemeente, waarom al die stijgers? Waarom al die stijgers? De toren die is van de gemeente Bunschoten en die is hard aan renovatie toe. Het voegwerk en heel veel stenen beginnen ontzettend slecht te worden. En dat gaat natuurlijk, ja, als er eenmaal vocht bij komt en vorst, dan gaat het heel hard van je af. Dus het is hard nodig om die aan te pakken. Hoe gaat dan zo'n project in zijn werk? Zo'n project gaat als volgt in zijn werk. We hebben een advies aangevraagd van een bureau uit Amersfoort. Die heeft begeleid wat de werkzaamheden zouden moeten zijn. Dat is al meer dan een jaar geleden. Daarop is een kostenraming gemaakt. Die is ingediend voor een subsidie bij het Rijksdienst voor Erfgoed voor de monumentale gebouwen. Dat is vorig jaar afgewezen. Er waren zoveel aanvragen binnengekomen dat dat was gigantisch veel. We voldeden wel aan de criteria, maar zijn daar uitgeloot. Dit jaar hebben we die weer ingediend voor subsidie. En dat is nu nog even afwachten totdat de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt. Maar ja, we moeten wel binnen een bepaalde tijd de voegwerkzaamheden uitvoeren. Dus zijn we vast begonnen met het bouwen van de stijger. En zodra we de subsidietoezegging binnen hebben, dan gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de gang. Snel mogelijk mee aan de gang, want de vragen mensen zich natuurlijk af van hoe lang zou die werkzaamheden wel niet kunnen duren? Totaal duren die werkzaamheden zeker wel 1 week of 20 zo'n beetje, dus zeg maar een klein half jaar. Ja, maar het moet wel binnen een bepaalde periode gebeuren, omdat het een hele kalkhoudende mortel moet zijn. En dat heeft een bepaalde uitharding nodig. Dus ja, je mag niet te vroeg beginnen in verband met vorst, maar je mag ook niet te laat. Omdat je toch een bepaalde uitharding hebt, zodat je toch voor de vorstperiode weer klaar moet zijn. Dan worden er natuurlijk stenen uitgehaald, maar er zullen ook weer speciale stenen in moeten. Ja,
dat klopt. We hebben al een aantal proefvlakken nu gedaan waarbij een aantal stenen eruit gehaald zijn. Die worden bekeken qua samenstelling, zeg maar. En er worden nu bijpassende stenen gezocht. Zogenaamde kloostermoppen. En volgende week krijgen we een aantal monsters daarvan om te kijken van welke er het beste uitkomen. Heer Arie ter Beek, kerkrijnmeester van de kerk. Arie, we hoorden net van Roel Meurs, de toren is niet van de hervormde kerken. Ja, mooi hè? Dat wil ik niet. Nou, ik vind het wel mooi, want als je ziet wat er nou aan verspreid wordt, dat betalen we nu als gemeenschap helemaal zelf. Of als gemeente met elkaar. En als kerk hoef je daar je niet druk om te maken. Want zo'n toren ja, is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het, qua onderhoud vergt dat heel veel. En ja, als hervormde gemeente heb je aan het onderhoud van de kerk al je handen vol. Dus dat die toren van de gemeenschap is, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Hoe is nou zoiets ontstaan? Nou, dan moeten we een eind terug in de geschiedenis. Nog in de tijd dat kerk en staat niet gescheiden waren. Dus voor de Franse tijd. Toen was de kerk was gewoon van de gemeenschap. En dat was eigenlijk één. Als het waterschap bijvoorbeeld een vergadering had, werd dat gewoon in de kerk gehouden. Want ja, de kerk was eigenlijk een soort van dorpsruimte. Een dorpscentrum, zeg maar. Napoleon vond het allemaal wat minder en toen hij met zijn legers hier naar Nederland kwam, vond hij dat er wat moest veranderen aan die situatie. Dus dan hebben we het over de periode tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dus de Bataafse Republiek, die is gekomen zeg maar rond 1795. Daar moest ook een grondwet voor komen. En in die grondwet, en dat heette dan de Staatse Regeling van 1798, daarin stond dat de kerken in het vervolg van de kerk zouden zijn. En de torens en wat daar allemaal bij hoorde met de klokken en uurwerken, dat die gewoon van de gemeente bleven. De werkzaamheden kunnen zeker een half jaar duren. Wat betekent dat nou voor de toegang tot de kerk en de toegang tot de toren? Nou, voor de kerk betekent het niet zo gek veel. De doorgang door de toren is gewoon open. Feit is alleen dat wat fietsparkeerplaatsen zijn ingenomen door die steiger, dus daar moeten we wat inschikken. De toren is een ander verhaal, naar boven toe dus. Dat deurtje dan zit een beetje ongelukkig achter een steiger. Je kan er wel door, maar dan moet je niet al te fors gebouwd zijn. Er zijn al diverse andere restauraties ook geweest eigenlijk, hè? Ja, dat is inderdaad het geval. Het is vroeger zo geweest dat men begon te bouwen met het koor, het achterste stukje daar waar nu de parkeerplaats is. Daarna het middenschip, dus waar we nu staan, en tot slot de toren. En ja, er is wel een 50, 60 jaar overheen gegaan. Dus op het moment dat het achterste de toren klaar was, was het achterste stukje eigenlijk al wel min of meer weer aan restauratie toe. Rond 1780, toen was de zaak erg vervallen. En bedacht men een plan om daar geld voor te krijgen. Toen is bedacht om het koor en de zijbeuken te slopen. Met de opbrengst van de stenen en dat soort dingen kon men dan de rest van het gebouw weer opknappen. En zo bleef de schade voor de bevolking beperkt, zodat ze minder belasting hoefden te betalen. Maar het was natuurlijk wel een flinke aantasting van het mooiste en grootste gebouw van de gemeente dat we in die tijd hadden. Ja, na die tijd zijn er natuurlijk regelmatig restauraties geweest. Als we kijken naar de vorige eeuw, is er bijvoorbeeld een restauratie geweest in 1903, in 1954 en in 1973 is de toren ook nog een keer aangepakt. En de kerk is in de tussentijd natuurlijk ook herhaaldelijk aangepakt. Een misser in al die restauraties was de restauratie van 1903. Toen is het bovenste stuk van de toren bepleisterd. Dus gewoon dicht gesmeerd met cement. En dat betekende dat je gewoon niet meer het mooie metselwerk zag. Maar één grijze massa. Nou, dat is 50 jaar later in 1954 weer weggehaald. En heeft de toren het aanzien gekregen zoals we hem nu kennen. Biddag is traditioneel de dag om een bazaar te organiseren voor twee kerken in de gemeente. In de Noorderkerk was de bazaar succesvol en bracht het prachtige bedrag van 24.500 euro op. Ook Eef Dijkhuizen van de Westerkerk gaf enthousiast antwoord op de vraag van Tijmen hoe het allemaal verlopen was. Fantastisch. Hele mooie gezellige dag. Hartstikke druk. Ja, het is hartstikke druk, ja. Veel belangstelling, maar waar is de bazaar voor georganiseerd?
De bazaar is voor kerk en voor zending. Het wordt doormidden gedeeld. Ja, want jullie hebben natuurlijk best wel wat nodig, want gezien de verbouwing natuurlijk aan de Westerkerk. Ja, dat is een bodemloze put, hè? De kerk is een bodemloze put. Daar komt geen einde aan. Maar de verbouwing wordt mooi. En we zijn dankbaar dat we hier zijn, maar nog dankbaarder als we straks een mooie nieuwe kerk mogen zijn. Toch goed dat jullie ook zeggen van, wacht even, we doen niet de hele opbrengst naar de kerk, maar dan gaat ook de helft gaat echt naar de zending toe. Ja, maar in principe was de bazaar altijd bedoeld voor de zending. Maar daar de kerk door de jaren heen altijd eigenlijk iets tekort komt, zijn we half-half gaan doen. Kijken naar de bazaar, wat zijn altijd de toppers? De toppers van ons, dat is het riet. De rietzaal met, en de bloemen en de cadeauartikelen. Ja, en natuurlijk het spakenbrugsgoed loopt ook nog als een topper. Eigenlijk is alles een topper. Ja, toch? De opbrengst bij de Westerkerk was 31.000 euro. Ook geslaagd te noemen dus. Dit was weer Spakenburg Nu. Heeft u zelf een nieuwtje? Stuur deze dan naar rtv@omroepspakenburg.nl of bel naar 298-7171. Dinsdagavond om 8 uur zijn we er weer. Nog een heel fijn weekend gewenst.